Oké. Ik ben niet zo goed in vloggen, maar ik ga het je gewoon vertellen. Dit is de kooi voor nu. En we moesten hier om 10 uur 's ochtends zijn. Het is mooi weer, dus dat is fijn. Actie. Josh, wat heb je voor het laatste seks? Een aantal weken. Ik zat na te denken. Wanneer voelde ik me als eerste man? Ik denk dat het was in groep 8. Toen was ik 11 of 12 jaar. En toen ik voor het eerst verkering had. Ja. Ik weet dat ik toen nog een kleine jongen was eigenlijk, maar ik weet niet. Gewoon het gevoel dat wanneer je bent een kleine jongen en je hebt gewoon iemand die je kan beschermen en zo. Die jij kan beschermen en iemand naast je vrienden of zo. Ik weet niet. Schrikken, bro. Josh, ja. Wanneer was jij voor de eerste keer man? Voor de eerste keer man? Ja. Of wanneer voelde je voor het eerste keer man? Ik weet niet de eerste keer, maar ik weet wel wanneer ik een man voelde. Of echt de eerste keer. Wanneer voel jij je man? Ik was één keer in de club, of nou niet in de club, maar ik ging uit. En was met een vriendin. En ik kwam hem tegen. En toen zei ze, nu jij dat bent, voel ik me echt veilig. Ik had ook één keer bij mij thuis, de toilet deed het niet. We hebben twee toiletten en de bovenste deed het niet. En de toilet deed het niet en ik ging er naar kijken. Ik had gewoon de hele toilet uit elkaar gehaald en daarna weer in elkaar gezet. Ik had geen idee wat ik deed, maar hij deed het weer. En toen voelde ik me ook wel mannelijk, ja. Maar het zijn niet echt de meest mannelijke momenten, ja. Ik weet het niet.